Cibrano Piqué is vandaag in vrijheid gesteld. Dit bevestigt zijn advocaat Maureen Nipte. Piqué is zaterdag aangehouden en in verzekering gesteld omdat hij in 2014 een hoeveelheid vloeibare cocaïne naar het buitenland zou hebben gepost. Officier van justitie Astrid Niamet is meegegaan met het verweer van de raadsvrouw dat er na 7 jaar geen dringende noodzaak is om haar cliënt nog langer in het gevangen te houden. Hij had zich destijds ook aangemeld bij de narcotica brigade. Men heeft hem toen aangegeven van luister, we zijn op de hoogte van de zaak, maar wanneer wij u nodig hebben, dan hoort u nog van ons. En met die woorden is mijn cliënt toen weggegaan in 2014 en hij heeft 7 jaar niks van zich laten horen. Mijn cliënt heeft zich nimmer onttrokken aan justitie. Ik heb nimmer in de krant een opsporingsbericht of elders van mijn cliënt gezien dat hij wordt gezocht door justitie. En je kan niet dan 7 jaar niks doen, 7 jaar wachten. En ineens is het zo dringend noodzakelijk om een cliënt in verzekering te stellen. Dus ik heb dat verweer aangehaald. En de officier is met mijn verweer meegegaan. Ze heeft gezegd, inderdaad meester, is er geen dringende noodzaak meer om uw cliënt, om een cliënt in detentie te nemen, om in verzekering te stellen, te gaan in vrijheid stellen. Advocaat Maureen Nipte. Ze zegt dat het Openbaar Ministerie het onderzoek wel zal voortzetten. Piqué blijft echter ontkennen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het strafbaar feit.